vertraging. Ook daar vertraging, ja. Omwonenden die zijn het al een tijdje meer dan zat. De geluidsoverlast is een van de voornaamste redenen waarom het kabinet minder vliegbewegingen van en naar Schiphol wil. 60.000 minder vluchten per jaar, zei minister Mark Harbers hier aan tafel afgelopen zomer. Maar per wanneer dat is, daar is nog onduidelijkheid over. Het zou eigenlijk eind dit jaar zijn. Toen moest het eind 2024 worden. Maar ook dat wordt een spannende deadline. Daarvoor waarschuwt slotcoördinator ACNL in een rapport. De reden, de juridische procedure is nogal een tijdrovend proces. Het kabinet moet goed onderbouwen waarom die krimp nodig is en vooral ook of en hoe het dan ook daadwerkelijk zal leiden tot minder overlast voor die omwonenden. Huiswerk dus van die slotcoördinator voor de man hier aan tafel blijkt uit dat rapport. Anders dreigt, zo zeggen zij, minimaal een half jaar vertraging. Huiswerk voor u, inderdaad. Ja, hij waarschuwt dus voor verdere vertraging en nou ja, vreest dus dat die deadline niet gehaald kan worden. Vreest u dat ook? We liggen nog steeds op koers met het huiswerk. De eerste stap van 500.000 naar 460.000 vluchten, die gaat eind dit jaar in. Want dat is eigenlijk gewoon het herstel van de huidige wetgeving. Die tweede stap die is ingewikkelder, van 460.000 naar 440.000. Dat is een hele procedure, daar kunnen mensen fysisch indienen. Ja. En hij zegt dus, nou, voor mei 2024 moet dat allemaal gebeurd zijn. Want anders kan je die slots niet meer indelen. Haalt u dat? Nou, het eerste deel, het huiswerk, hebben we klaar. Dus in de loop van de maand publiceren we dat. En dan kan iedereen die daar een belang bij heeft, bijvoorbeeld ook de vliegmaatschappij, kunnen dan hun reactie daarop geven de komende maanden. En daarna zetten wij alles op alles om te zorgen dat we dat allemaal ook verwerken voor mei volgend jaar. Dat lukt. Tot nu toe liggen we op schema, ja.